Goedenavond en welkom bij het RTL Nieuws. Het is 21 december 2012. De Maya's hadden toch gelijk, de apocalypse is aangebroken. Kaboom! Ha, 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 ha. We hadden wat deskundigen uitgenodigd om hier te praten in de studio, maar helaas, die zijn allemaal dood. Dus zijn we het land ingetrokken om met overlevenden te praten. En wiens ouders zijn nu dood? Ja, dus toen ben ik van de trap afgelopen om te kijken waar mijn ouders waren. Ik kon ze niet vinden. Toen deed ik de slaapkamerdeur open en toen zag ik dat ze opgegeten werden door een zwarte demon met gele ogen. Toen dacht ik, ja, dit ken ik van Babelis. Een apocalypse. En hier stond dus altijd dat mooie, pittoreske Wassenaar. Maar ja, daar is nu niks meer van over. Zoals u ziet op de kaart achter mij zijn de demonen in grote getalen naar Limburg getrokken om daar hun familie te bezoeken. Zoals u kunt zien zijn ook hier in het noorden des lands de mensen zwaar getroffen. Wij vroegen een van de overlevenden of hij het ook zo verschrikkelijk vond wat er allemaal is gebeurd. Nou, valt wel mee. Vervolgens vroegen wij hem of hij angst had voor de dood. Nou, kan ik niet echt zeggen. Bovendien vroegen wij ons af of de man dierbaren had verloren. Nou, niemand die er echt toe doet, kan ik je zeggen. Uiteraard is de apocalypse het gesprek van de dag. En niet hier alleen bij RTL Nieuws, maar ook bij alle andere media hier in Nederland. Satan, de duistere heerser, de vier ruiters van de apocalypse. Azazel, Arie Boomsma en mijn tafeldame is de hoer van Babylon. Dit is De Wereld Draait Door. JP, verdoemenis, kan dat? Ah, help! Ze eten me op! Ook bekende Nederlanders hebben wij gevraagd naar hun mening over de apocalypse. Ik heb ook het ontstaan van de wereld meegemaakt, dus ja, nu maak ik ook het einde mee. En wij zullen keihard branden in de hel. Dit was de extra nieuwsuitzending omtrent de apocalypse. Wellicht tot ziens, waarschijnlijk niet. Dames en heren, er zijn wat problemen met de zender. We hopen dat ze... Wat krijgen we nou? Nee, laat me los!